Verslavende stoffen werken in op de chemie van de hersenen. En voor iedere verslavende stof is er een aangrijpingspunt in de hersenen, omdat eenzelfde stof gemaakt wordt in de hersenen. Dus we kunnen verslaafd raken aan opiaten, omdat de hersenen als een boodschapper ook opium hebben. En datzelfde geldt voor cannabis. De hersenen produceren cannabis als een chemische boodschapper. Alcohol, dat grijpt in op een systeem van remmende zenuwcellen, die GABA bevatten. En zo heeft ieder verslavende stof heeft een plaats waar die inwerkt op uitlevering van boodschappen binnen de hersenen. En als je dan van buitenaf zo'n stof inbrengt, dan registreren de hersenen dat er minder geproduceerd hoeft te worden door de hersencellen zelf. En dan verandert dus de productie van die hersencel. En op het moment dat je van buitenaf die stof niet meer gebruikt, dan vraagt het brein in feite om die aanvulling. En dan ben je verslaafd. En hoe meer je gebruikt, hoe langer je gebruikt, hoe meer je de stofwisseling van de hersenen van die verwante stoffen beïnvloedt. En hoe moeilijker het is om er vanaf te komen, of hoe onmogelijker het wordt om er vanaf te komen. Nou is het wel zo dat sommige mensen kwetsbaarder zijn dan anderen. En dat ligt weer aan de erfelijke achtergrond van mensen. Het DNA, onze erfelijke informatie, heeft hele kleine variaties, waardoor we allemaal anders zijn. En sommige variaties gaan samen met een kwetsbaarheid voor verslavende stoffen. En dat zijn de mensen die erg moeten oppassen, want die zijn sneller verslaafd dan anderen. En dat zijn kleine veranderingen op het DNA die op talloze plekken kunnen zitten, die te maken hebben met het belonend systeem. En als je belonend systeem een sterke stimulans nodig heeft om je goed te voelen, omdat je die kleine variaties hebt, dan ben je meer geneigd om verslavende stoffen te nemen, waardoor je die kick kunt krijgen. Of dingen te doen als bungee jumpen, wat ook eenzelfde kick kan geven. Ja, je zou naar het DNA kunnen kijken van iedereen en zeggen, jij bent wat kwetsbaarder voor verslaving dan een ander. Maar het gaat om risicofactoren en dat voorspelt niet met 100% dat jij verslaafd zal worden. Dus je zegt tegen iemand, je bent kwetsbaarder, je loopt meer risico op verslaving, hij heeft een label gekregen. En dan is het helemaal de vraag hoe dat uit gaat werken en men is heel terughoudend om dit soort dingen te doen. In de ontwikkeling is het brein buitengewoon kwetsbaar. En hoe vroeger dat je in de ontwikkeling kijkt, hoe kwetsbaar het is. En dat geldt voor verslavende stoffen, maar ook stoffen die in het milieu zitten. Dat geldt ook voor de schade van een klap op je hoofd. Al die schadelijke invloeden die kunnen veel meer ravage aanrichten op een hele jonge leeftijd dan op een volwassen leeftijd. En aangezien dat brein nog zo lang doorrijpt, en dat wil zeggen dat er nieuwe verbindingen worden gemaakt tot het 24e jaar in grote mate in de prefrontale cortex, is dat gebied kwetsbaar voor verslavende stoffen tot het 24e jaar. Ja, wanneer je kijkt naar de schade van verslavende stoffen, kun je dat op vele manieren doen. In de eerste plaats zijn natuurlijk scans, waardoor je kan zien of er een afname is van witte stof of grijze stof in bepaalde hersengebieden. Grijze stof zijn de cellen, witte stof zijn de verbindingen. Maar er wordt ook heel veel dierexperimenteel werk gedaan, omdat je dan alle factoren onder controle hebt en echt kan zien wat een stof aanricht. En daar kun je natuurlijk kijken naar de moleculaire samenstelling van de hersenen, naar de veranderingen in de chemie van de hersenen. En je kunt bij de mens naar het gedrag kijken, naar de gedragsstoornissen. Maar je kunt ook in het dierexperiment kijken naar leren en andere gedragingen. En op die manier komen er uit verschillende hoeken data bij elkaar die een algemeen beeld geven. Je kunt wel zeggen dat er een aantal algemene regels zijn. En die algemene regel, waar ik nog geen uitzonderingen op weet, is dat iedere stof die op het volwassen brein inwerkt, ook inwerkt op de zich ontwikkelende hersenen. En ook bij die hersenen komt in de zwangerschap. En
die inwerking op de zich ontwikkelende hersenen is anders dan de inwerking op de volwassen hersenen. Omdat de inwerking op de zich ontwikkelende hersenen de opbouw van het brein verandert. Dus het werkt op de bouwstenen in. En dat wil zeggen dat je de rest van je leven een ander brein hebt. Dat is één regel die er is. Een andere regel is dat hoe vroeger in de ontwikkeling, hoe schadelijker dat, die werking op de hersenontwikkeling is. En als je veranderingen aanbrengt in dat zich ontwikkelende brein, dan zijn dat heel vaak permanente veranderingen. Omdat het de bouwstenen zijn van het brein die voor de rest van het leven zo blijven. En als je die bouwstenen verandert, dan heb je te maken met een ander brein. En dat is eigenlijk nooit een beter brein.